gruwelijk. Suggestie is vaak gruwelijk. Hè? Dus wat dat geluid en suggestie met beeld doen is vaak heftig. En wat dan mensen zich daar dan bij voorstellen is vaak heftig. Maar er gebeuren in de film een aantal dingen die je even achteruit doen gaan in je zetel. Maar dat is goed. Dat is noodzakelijk, dat is het verhaal. Dat is het onderzoek en dat is niet zo afwijkend van de realiteit soms. Het blijft cinema, het blijft film. Als wij gaan praten met die echte inspecteurs hier een beetje verder, wat dat die mannen elke dag zien, daar moet je ongelooflijk sterk voor in die schoenen staan. En emotioneel een aantal dingen kunnen afsluiten. En daar heel rechtlijnig en ja, uw emoties even wegschrapen en gewoon voor die zaak gaan. Wat dat die mannen zien is, dus waanzinnig. Dus door de gesprekken met die mensen kon ik mij dat ergens voorstellen, maar ik ben er toch achter dat ik een veel te grote emotionele mens ben om dan in realiteit een inspecteur te zijn. Dus eigenlijk heel veel respect en bewondering gekregen voor die mensen. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.